Hallo. Vandaag ga ik je helpen om je auto te repareren. En als het goed is, is dat ook je eerste auto, had ik begrepen. Oké, ja, ik ga je ook helpen met je auto-onderhoud. Ik heb begrepen dat je ook niet weet van hoe het je allemaal moet doen. Dat ga ik je ook laten zien. Verder gaan we kijken van wat er allemaal mis is. Ik kan vooral zo'n windowse olie lek. Gaan we repareren. Oké, schrijven olie lek. Dus we constateren van olie lek. Oké. Draai. Dat is olie lek. Draai. Dat is al gerepareerd. Zat een beetje los. Daarna hebben we ook nog een ruitenwisservloeistof. Dat moet ook nog gedaan worden. Koelvloeistof moet even bekijken. Koelvloeistof. Dat is alles geregeld. Koelvloeistof is nog. Uit de wisselvloeistof gaan we ook nog even bijvullen. Ik weet niet of je het kan zien. Uit de wisselvloeistof. Zo geregeld. Ja. Doen we die even weg. Zo geregeld. Even dichtdraaien. Even je motorolie bijvullen. Moeten we wel even terecht erbij pakken. Het heeft motorolie in. Juist. Motorolie. Wel geregeld. Draai weer dicht. Ah, even alles terug doen. Alles opruimen. Even alles dicht draaien. Dat is goed. Mooi. Gaan we even straks onze handen wassen. Want als ik goed heb begrepen van is je eerste auto, heb je goed onderhoud.
onthouden wat je moet doen. Zoals je koeienvloeistof checken. Je ruitenwisselvloeistof moet je even ook bijvullen. Ik heb ook al laten zien hoe dat moet. Motorolie moet je ook bijvullen. Want je moet je auto goed laten smeren, want ze moeten wel zorgen dat het echt wel soepel blijft. Ja, je hebt gewoon motorolie nodig. Smeert goed. Ja. Gewoon onderhoud moet gewoon gepleegd worden, dat is gewoon basis. Zo, gaan kijken. Het is gewoon heel eenvoudig. Dat heb ik er laten zien. En kijk, ik zie ook heel veel dingen van wat ik denk ook van onderhoud, basis, onderhoud belangrijk. Ja. Zo, eerst dacht je van het lekt gewoon, maar het is gewoon geregeld. Hoeveel de reparatie kost? Kost €400. Ja, contant. Ja, ga je zo pinnen? Ja. Je gaat eerst betalen en dan kan je pas later je auto ophalen. Nee, geef niet gelijk je auto. Nee. Dus je gaat eerst betalen. Ja, dan krijg je pas je auto mee. Oké, ja. Hier, dat is de pinautomaat. Die staat hier om de hoek. Ga lekker snel pinnen en dan. Ja, is goed. €400, ja? Briefjes. Ja, oké, is goed. Zie je straks.